we zijn bij Huizen van Huygenvoort, de Happel om het zo maar eens te zeggen. Want dat is de naam van mijn vrouw. Het is binnen de tijd die ervoor stond gebouwd. Het is binnen de begroting die ervoor stond gebouwd. En we wonen er sinds die tijd dus met plezier. En we gaan er ook niet weg of we moeten ons meedragen. Laat me zeggen, bij mij is de boog altijd gespannen. En dat wil niet zeggen dat het stressgevoelig is. Maar als ik ergens voor ga, dan ga ik er vol voor. Dan is het ideaal dat je dus die zinnen op een gegeven moment ook kwijt kunt op een andere manier. Dat is bij wijze van spreken hier in de natuur in fietsen en naar de Schotse Hooglanders kijken. En bij wijze van spreken in Turnhout eindigen op de fiets en weer terug. Klinkt een beetje luxe en dingen, maar ik heb ook een mooie oldtimer. En die staat hier in de garage. En als het maar enigszins mooi weer is, dan wordt hij ontdaan van zijn pyjama. En dan gaan we rijden. Leuke dingen. Het zijn totaal andere dingen waar ik normaal mee bezig ben. Dus dat is een goede manier om je zinnen te bezetten. Nou ja, ik ben een self-made man, om het zo maar eens te zeggen. Ik pak dingen op en ik denk erg bedrijfsmatig en economisch. En ik heb altijd de praktijk gebruikt om het lerend effect naar mezelf toe te verhogen. En waar ik gewoon kilometer voorsprong op anderen heb, dat heeft te maken dat mijn interesse zo breed is. En omdat ik dingen op een hele makkelijke manier kan combineren. Daar zitten je genen, denk ik. Ik denk dat ik het van mijn vader had, want die had die vermogens ook om snel dingen te zien. En dat heb ik als een paplepel meegekregen. Overigens kwam ik uit een heel sociaal gezin, dus... Kijk, mijn moeder zei altijd van, Joost, het is niet belangrijk wat je zelf doet. Het is belangrijk hoe andere mensen vinden dat jij het doet. Want daar moet je je legitimatie uit halen. Joost denkt altijd probleemoplossend. Heeft een enorm analytisch vermogen. Ziet heel scherp. Heeft de kracht van een visie te hebben op lange termijn. Maar heeft ook de kracht om zaken in uitvoering te sturen, aan te sturen en mensen in staat te stellen om dingen tot stand te brengen. En dat heb ik jaren aan een stuk gezien, zowel binnen de gemeente Tilburg als op landelijk niveau. In grote organisaties waar Joost groot aanzien had, wat men hier in Tilburg allemaal nauwelijks of niet weet. Op een gegeven moment was ik dus directeur bij de gemeente Tilburg. Ik was docent aan de bestuursacademie. Ik was docent aan het Rijksopleidingsinstituut. Ik had een eigen organisatie adviespraktijk. En ik zat in de redactieraad van Elsevier. Nou, dat is me allemaal gelukt. Ik heb het Tilburgs model mee het licht mogen laten zien. En ineens zat ik voor het CDA, na zoveel jaren in de ambtelijke wereld, ineens in de politiek. En na verloop van tijd kreeg ik het idee dat al die dingen die ik gedaan had, ja, parelen voor de zwijnen was. En uiteindelijk bij allerlei landelijke ontwikkelingen en dit soort dingen in de tweede periode besloten om maar uit het CDA te treden en gewoon zelf verder te gaan. Dus je stapt er toch uit. En dan is de moris dat je zegt, als je uitstapt, dan geef je je zetel terug. En dan denk ik van, en dat heb ik bewust niet gedaan, omdat ik dan denk van, nou, dan ben ik helemaal van het politieke firmament verdwenen. Maar het tweede is, dan geef ik dus in diezelfde pool van Joliet, geef ik weer mensen waarvan ik zeg, daar heb ik weinig vertrouwen in, die gaan weer op mijn zetel zetten. En wat is er dan in de wereld veranderd? Geen bal. Nou, dan moet je je nek maar uitsteken en dan moet je alle hoon en dergelijke maar op je af laten komen. Zeg, nou, ik blijf gewoon in de gemeenteraad. En dan kan ik in ieder geval in die resterende periode laten zien waartoe ik in staat ben en wat ik voor ogen heb. En als dat uiteindelijk niet is, nou, dan hebben de anderen misschien voor een beetje gelijk gehad. Maar dan is het maar zo. Onze speerpunt is de Tilburger op de eerste plaats. Ze hoeven er niet geboren te zijn, maar ze moeten zich Tilburger voelen. En beleid maken op basis van de wenspatroon dat uit die Tilburgers ontstaat. En het liefst met de Tilburgers samen. Dus appelleren aan hun ondernemingsgeest die in Tilburg aanwezig is. Dat is in feite de hoofdlijnen.